Magisch kieken, oh wat stinkt met z'n broer. Magisch kieken, laat mich kieken, ik wil kieken. Ik ben in de Polen, ik ben afkomstig uit Maastricht. Ik heb mijn hele leven in Maastricht gewoond. Ik heb altijd heel veel van cultuur gehouden. En dat geldt voor Maastricht, maar ook voor Aken en Luik. En eigenlijk ook voor de hele regio. Want er gebeuren heel veel schoen dingen in de regio. En vroeger had ze grenzen en inmiddels zien die grenzen weg. En we hopen als Maastricht culturele hoofdstad wordt, dat we in Europa kunnen voorstellen in de regio. Mijn belangstelling voor Maastricht culturele hoofdstad is gekomen doordat ik hoorde dat Maastricht bij de laatste drie was overgebleven. En toen had ik gezegd van nou oké, dan wil ik een smier overhuren. En vervolgens ben ik naar het Centre Keramiek gegaan bij het cultuurfruitshop van Guido Wevers. Die heeft daar altijd hele leuke bijeenkomsten op de zondag. Nou, toen had ik gezegd, ik kan dus vrijwilligerswerk doen bij Maastricht culturele hoofdstad en ik ben daar nu bijna een jaar bij. En ik heb me bezig gehouden met het promoten van het uitbrengen van de gedachte dat vier culturele hoofdstad moeten worden in Maastricht. Daarvoor heb ik vooral bij de Stadsparkconcerten handtekeningen opgehaald. En ook nog in allerlei andere festiviteiten en activiteiten in de regio zijn we geweest om foto's te maken. En... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hoe is het dan vandaag de dag van de jury? En dat is een hele belangrijke dag, want we moeten de jury zien te overtuigen dat we dat echt hier willen horen. En ik denk ook wel, als ik dat allemaal zie zien, dat dat ook gaat lukken. Er zien enorm veel lui op het Friedhof, allemaal bijeen, die komen allemaal hun eigen kunstactiviteit uitdragen. Zo van muziek, van dans, van theater, van beeldende kunst. Dus ja, ik hoop dus echt dat we de jury kunnen overtuigen. Het is belangrijk als Maastricht culturele hoofdstad wordt. Voor de hele regio heeft het een enorme uitstraling, ook qua economie, dat gaat een boost krijgen. Het is ook heel belangrijk voor het culturele erfgoed wat wij in de hele omgeving hebben. Kijk maar naar de mijnen in België, in Duitsland en in Nederland. Dat geldt ook voor een Luik, ja, de staalfabrieken en dan ook de vroegere de wolfweverijen die daar allemaal zijn geweest. En daar willen we ook opnieuw aandacht aan besteden en dan nieuwe impulsen aan gaan geven. Op een werk van design en innovatie. Magisch kieken, laat mich kieken, ik wil kieken. De hobby
houdt in dat wij historisch herbeleven. Ook wel reenactment genoemd. En dat betekent dat je zo getrouw mogelijk probeert de periode te herleven. Met alles wat daarbij hoort. De kleding, het eten, de manier van oorlog voeren, de wapens. Het is net iets meer dan een acteur. Ja, een acteur die probeert uiteraard ook iets uit te beelden. Alleen wij proberen zelf de beleving ervan te bereiken. Voor dit weekend een veldslag, of twee, zelfs georganiseerd bij Fort St. Pieter. Ter gelegenheid van de heropening, na een aantal jaren restauratie, vanaf 2006. We doen een veldslag om 11:30 en een veldslag om 14:00. En daarbij demonstreren we met behulp van infanteristen uit het hele land, uit de Napoleontische tijd, met prachtige uniformen, wie er gevochten moest worden in de gedachten van de bouwmeester van het fort. Dus als een fort werd aangevallen, wie zou dat voor een zuin moeten lopen en wie zou de verdediging moeten reageren?